Met deze mooie jachtmolenklanken mogen we ons hier vanavond samen weten in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gods genade, de goedheid en de vrede van de Heer Jezus en de bezielende kracht van Gods Geest mogen met ons allen zijn. Hij was bisschop van Maastricht en vooral actief in de Belgische Ardennen. Hij legde er de grondslag van het christendom. Zijn persoonlijke contact met de mensen, zijn eenvoud en zijn dienstbaarheid waren voor de bevolking een waarborg voor de echtheid van zijn boodschap. Thank you.